Het gebeurde twee jaar geleden. Een aanrijding kostte het leven van Melissa van Roosmalen, de zus van voormalig kickboxer Robin van Roosmalen. De vrachtwagenchauffeur die het ongeluk veroorzaakte, is nu veroordeeld tot 240 uur taakstraf. Ook is hij een paar jaar lang zijn rijbewijs kwijt. Ik ben blij met de uitspraak. Ik ben blij dat hij geen celstraf heeft gehad, want naar mijn mening verdient hij dat niet. Uh, die andere straffen heb ik niet in de hand en die heeft de OMM gegeven. En ik vind het wel een nette straf over wat, de, wat het gecreëerd heeft. Zeg maar. Dus ik ben denk terecht. Van Roosmalen en zijn zus stonden op de vluchtstrook met autopeg. Toen ze plots werden aangereden door de vrachtwagen. De klap was fataal voor Melissa. Robin raakte ernstig gewond en moest hierdoor stoppen met zijn kickboxcarrière. Toch gunde hij de chauffeur geen zware straf na een bijzondere ontmoeting tijdens de rechtszaak. Ja, eigenlijk was er een pauze. Na een uur was er een pauze. En toen vroeg zijn advocaat aan mijn advocaat of hij mij een hand mocht geven. En dat heb ik, daar heb ik ja op gezegd, natuurlijk. En uit die hand is ook een knuffel gekomen naar hem, zijn vrouw en zijn broertje. En daar hebben we nog een kort gesprek bij gehad. En daaraan zag ik echt zien, heb ik echt gezien dat, hoeveel spijt hij heeft. Ja. En daarom vond jij een zelfstraf ook niet gepast? Nee, ik vond het niet gepast. Ik vond dat hij ook genoeg had geleden hierbij, ook genoeg druk op zijn schouders heeft gehad. En misschien wel nog steeds. Dus ik hoop ook dat hij het nou. Uh, Los kan laten. Voor mij is dit zeker een afsluiting, zeker naar de verdachte toe. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk door met deze hele situatie, zodat ik ook gewoon mijn normale dingen normaal kan zonder elke keer geconfronteerd te worden met deze situatie.